De ontwikkeling van Brokopondo hoe verder was de naam van de openbare discussieavond die in het gelijknamige district is gehouden. Verschillende sprekers vonden deze avond van belang om te praten over de verdere ontwikkeling van het district. Inleider van de discussieavond, Sergio Akimboto, noemde ontwikkeling een continu proces dat niet voor even is. Deze ontwikkeling gaat altijd hand in hand met de lokale gemeenschap. Akimboto bracht ook ter sprake dat vele hoofdwegen nog niet zijn geasfalteerd. Qua infrastructuur voor het district, dan weet je dat de meeste hoofdweg liggen geasfalteerd. We hebben een aantal hoofdweg zijn geasfalteerd. We hebben een passief duata zijn geasfalteerd. We hebben een passief voor Asigron Victoria zijn geasfalteerd. We hebben een passief voor Federa zijn geasfalteerd. We hebben een hoofdweg voor het Wamoesde. Federa, Koffiekamp. Koffiekamp, Balensula, zijn geasfalteerd. Weg naar Duata heb ik als eerste genomen. Weg naar Duata, de passie dat in een hoofdweg. Zijn we zeker dat je deze breedte heeft de passie dat geasfalteerd. En voor de rest hebben we veel binnenwegen zijn geasfalteerd in het district. Water over, dan, transport over water. Dan heb je Sara Kreeggebied, dan naar Duata, Lombe, Pedes, Made, afhankelijk voor transport, Tap Awatra. District Brokopondo heeft geen actieve airstrip. Want airstrip bouwen een jaar ergens in Brunswick, maar het wordt niet gebruikt. Het zijn die sportvelden die worden gebruikt wanneer een helikopter dringend moet landen. Dat worden die sportvelden gebruikt, dat die de helikopter landen, maar een actief airstrip nog in het district. Volgens panelist Jerry Finisi staat de ontwikkeling van Brokopondo bijna in het midden tussen Paramaribo en het verre binnenland. Het district kan gezien worden als een potentiële testcase op verschillende aspecten. Het is een potentiële testcase voor de overheid om daadwerkelijk te kijken naar wanneer we praten over financial inclusion. Laatst, mijn MBA van laatst die ik heb gehaald, heb ik een studie gedaan in Brokopondo over financial inclusion. En wanneer we praten over financial inclusion is Brokopondo een goede testcase voor Suriname. Want we zijn nog niet net het verre binnenland waar je eigenlijk helemaal op Guyaba een tellermachine moet zetten, ATM-machine. Maar we zijn nog niet zo ver van Paramaribo waar je niet eigenlijk er naartoe kan rijden als je een bank hebt. Dus we zijn een testcase voor de overheid. De ontwikkeling staat op Van Rozenberg Goudmijns. Dat is een grote ontwikkeling. Asfalteren van de Afabakkaweg en verbeteren van de telecommunicatie. Die laatste studie hebben we moeten onderschatten, omdat die Goliba meer en meer hoe dat digitaliseert, meer en meer hoe dat mee gebruikt wordt, zodat je dat van internet. Zowel Akimboto als Finisi zijn het ermee eens dat Brokopondo veel verder ontwikkeld zou moeten zijn, gezien de mogelijkheden die in het district voorkomen. In onze nieuwsuitzending van morgen komen wij hierop terug.